Ik praat verder met Paul van Miert van de N-VA. Dag, meneer Van Miert. Goedemiddag. Vlaanderen is er klaar voor, heb ik u horen zeggen. Klaar voor een kilometerheffing, maar het wordt dan geen belastingverhoging. Wat dan wel? Wat ik eigenlijk wou duiden vooral daarnet was dat wij in Vlaanderen al vele systemen hebben van de gebruiker betaald. Of de gebruiker betaalt een tarief naar gelang de tijd waarin hij bepaalde diensten gebruikt. We hadden vroeger met onze eerste gsm's, met tal- en piekuren, met dataverbruik via het internet meegemaakt. We kennen het in heel veel regio's al voor afval. Dus je kan de Vlaming best wel uitleggen dat hij betaalt als hij iets gebruikt en wanneer en waar. Maar goed, als hij betaalt en het wordt geen belastingverhoging, dan betaalt hij niet. Nee, betaalt altijd voor het systeem. Maar de bedoeling is in eerste instantie om de BIV, dus als je een voertuig aankoopt, een verkeersstelling, die zal dan worden afgeschaft, ook de jaarlijkse verkeersbelasting. Maar als je dat allemaal bij elkaar gaat tellen, dan ga je waarschijnlijk nergens in de buurt komen van een evenwicht tussen die twee belastingen afschaffen en dan het latere gebruik van de wagen. Dus er zal nog een bijkomende taxshift, zullen we het maar noemen, moeten. En waar ziet u nog mogelijkheden? Waar zou er kunnen geknipt worden in belastingen die vandaag betaald worden en die dan door een taxshift zouden wegvallen in ruil voor het gebruik van onze Vlaamse wegen? Het zal vooral nog... Er zijn meerdere mogelijkheden. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan brandstof. Ik denk bijvoorbeeld ook binnen de Dat is federaal, hè? Dat kan Vlaanderen dat niet. Dat kan Vlaanderen niet, maar we zullen sowieso... Ik denk dat het sowieso nutloos is om enkel in Vlaanderen een dergelijk systeem in te voeren. Dus alle gewesten moeten meedoen. En liefst op eenzelfde manier dan? Ik weet dat het nu al een hele moeilijke zal zijn, want wij horen de signalen van onze Franstalige landgenoten dat zij eerder voor een vignet gewonnen zijn. Wat eigenlijk, met een vignet stuur je niet. Hè. Ik heb net de collega's van het Belang daar ook voor horen pleiten. Dat kan goed zijn in een skigebied nog. Maar echt voor als je wil sturen naar plaats en tijd, een vignet is dan een belasting. Als het budgetneutraal moet zijn en je moet daarvoor dan ook overleggen met de andere gewesten in dit land, dan zou het ook wel eens heel lang kunnen duren. Daarom zeg ik net, je zal er toch een voordeel aan moeten verbinden. En die zijn er volgens mij wel te vinden, die voordelen, om de Vlaming te overtuigen. En dat zullen dan dezelfde voordelen zijn waarin je Wallonië mee zal moeten overtuigen. Natuurlijk, maar als het gaat over accijns, dan zitten we federaal te praten. Het probleem zit hem vooral in... dat wij totaal andere demografisch en naar uitzicht van verkeersstructuur zitten, wij totaal verschillend. Want inderdaad, dat zie je ook aan... Intensiteit hebben zij natuurlijk niet, hè, buiten een agglomeraties, Luik, Charleroi. Goed, een Waalse werknemer moet zich voor zijn werk wellicht over een langere afstand verplaatsen dan een Vlaamse werknemer. De gele hesjesbeweging is ook vooral een Franstalige beweging geweest, omdat die mensen natuurlijk op een andere manier daarmee geconfronteerd worden. Dat moet je dan allemaal maar zien te verzoenen? Het zal die beweging zijn. We leven nu eenmaal in dit land en ik denk niet dat we als Vlaanderen eenzijdig dat kunnen doorgaan. Zijn er quickwins mogelijk? Want als we er moeten op wachten op dat overleg en dat compromis... Quickwins, voor mij is een quickwin zijn bijvoorbeeld al die portalen die we nu hebben staan, maar dan kan je nog niet naar tijd, dan heb je alleen maar de plaats. Hè. Dus de portalen die we gebruiken voor de vrachtwagens. Daarom stelde ik net de minister al de vraag of er, en hij heeft daar niet direct op geantwoord, maar dat lag op meer dan aan de escalatie van de discussie die er kwam door de andere tussenkomsten. Maar je zou dat kunnen doen. En dan heb je direct die buitenlander ook al beet die onze infrastructuur gebruikt. Dus als van nu afhangt, doen we dat al heel snel? Eigenlijk liever niet, want je gaat een tussenstap nemen. Ik weet wat de vraag was, wat is een quickwin? Dat is een quickwin. Het is een quickwin. Maar u vraagt het aan mij of ik het zou doen. Hè? Ja, en u zou... Ik zou het persoonlijk niet doen. Nee. Ik ben een grote believer in het gebruik van die GPS-data. Men doet daar een beetje Big Brother en zo over, maar we gebruiken het al voor zoveel dingen. Hè. Maar is dat toch ook wel niet een beetje het geval dat we onze privacy een stukje prijs geven? Vorig jaar heeft u als Vlaams volksvertegenwoordiger de Europese GDPR-regeling omgezet in een Vlaams decreet. Gaat dat daar dan niet tegen in? We doen het ook voor andere dingen. Hè. We gaan al parkeren met die systemen. Daarom moeten we het niet goed vinden, natuurlijk. Nee, maar ik denk als je dat fatsoenlijk laat beheren en laat controleren, er zullen altijd toch instanties zijn die met onze private gegevens beedigd gaan moeten omgaan, zal ik het noemen. Je bent daar niet bang voor? Nee, omdat het nu al gebeurt. Er zijn heel veel zaken van ons die geregistreerd staan en die beheerd worden door overheidsinstanties of anderen die beschermd zijn. En dat soms uitbesteden aan privébedrijven. Maar we hebben nu ook al nummerplaatlezers. Hè? Mijn regio, de Kempen, wij zijn er de voorloper van. Ja, onze politiezone werkte er 10 jaar geleden al mee. Zij hebben blacklists, whitelists. Zij controleren voortdurend nummerplaten
en gaan dan patrouilles op de baan sturen om iemand die niet verzekerd is. En dus laten we het dan maar doen om het gebruik van onze wegen te registreren. Maar het is ook, we gaan ermee parkeren. Er zijn bedrijven die nu al een parkeerapp verkopen. Je moet zelfs geen klein geld, je moet geen kaartjes meenemen. Je zet gewoon je wagen en je krijgt op het eind van de maand je afrekening. Dan weet iedereen ook waar je bent, meneer, of waar je blijft. Het is duidelijk, u bent daarvoor gewonnen. U vindt dat geen probleem. Bedankt voor dit interview. Blijf bij ons, beste kijker. Want hier zijn nog een aantal andere actuele vragen gesteld. Onder meer over fietsongevallen. Daarover ga ik het straks hebben. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.